Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van. Wij zijn Joyce en Scarlett van het YouTube kanaal Ik Vrouw Voor Jou. En vandaag hebben we een video voor jullie over de meest cliché uitspraken in het dagelijks leven. Ja, laten we beginnen. Ik ga vanavond naar een festival. Oh, wat leuk. Maar doe geen dingen die ik ook niet zou doen, hè? Nou, ik had een serie gekeken en het was echt keileuk, want ik had dus... Ik moet heel even naar de wc, oké? Vertel zo verder. Ja, dat zou je toch echt alleen moeten doen. Ik ga naar Curaçao. Oh, echt? Ja. Jaloers. Mag je niet mee? Ja, als je mijn koffer past. Met Joyce. Hey, met Scarlett. Wat was je aan het doen? Niks. Koekje? Oh, nee, dank je. Ben je aan de lijn? Nee. Ik kan het prima hebben hoor. Ik daarentegen, ik ben de laatste tijd echt helemaal uit de klippen gegroeid. Ik pas niet meer in mijn broek, ik ben echt zoveel kilo aangekomen. Heb je trouwens de laatste aflevering van Pretty Lies gezien? Dat Aria samen met, met Hitsuk. Stik voorzichtig zeg. Ik ging het naar mijn moeder toen en die zei dus, je moeder is er bij die ene fan man. Als je nu dus mag het ook al gewoon zeggen hoor. Nou, toen gingen ze op mijn 17e verhuisd van Epe naar Oene. En wonen in Oene? Dan zouden die dood gevonden willen worden. Ja. Het is niet gemeen bedoeld hoor, je moet het ook niet heel persoonlijk opvatten. Maar dat shirtje wat je nu aan hebt, dat maakt je echt zo dik. Oké, morgen 10 uur. Kan ik nog wat meenemen? Ja, je goede humeur. Dus jij houdt het van een grapje? Ja, ik ben prettig gestoord en ik ben zo gek als een deur. Hallo, heeft u alles kunnen vinden? Ja. Dit moet er worden? Ja. Oh, er zit geen kaartje aan. Oh, nou als er geen kaartje aan zit, dan is hij zeker gratis. Dit was onze video over cliché uitspraken. We hopen dat jullie het leuk vonden. Laat even weten of jij nog een cliché uitspraak weet die wij nog niet genoemd hebben. Ja. We hebben er nog eentje en daarmee gaan we afsluiten. En dat is, vergeet je niet te abonneren. Het is gratis. Dus, bedankt voor het kijken. Dag. Heb je hem al? Oh ja.